week in Willem Wever. Ik verraste op een leuke manier Jelmer. Hij had namelijk een vraag over koraal. Of het nou een plantje of een diertje was. Wij helemaal naar Australië, naar het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld. Jeremy van het Wereld Natuurfonds gaf ons het antwoord. Wij gokten op een plantje. No, you're wrong. Coral is an animal. Toen mochten we ook het rif op, maar dan moesten we wel eerst leren snorkelen. En toen? En toen? En toen? Toen gebeurde er dit. Jelmer? Oeh, een haai! Jelmer! Jelmer, we moeten hier weg! Jelmer! Jelmer! Yes, but you're look, laughing, it's relax, not funny, Jeremy! Relax. Jelmer! Look! Jelmer! Look! Where? Pestkop! Ik schrok me rot, wist je dat? Ik geloofde dit toch niet echt, hè? Nee. You are absolutely terrified. Ik had nog even iets recht te zetten bij jou. Oh. Hier. Okay, that's enough playing around. Come on, let's go and do the real stuff. Wauw, is hier echt fantastisch. Duizenden kilometers van huis en op dit moment varen we over het allergrootste koraalrif ter wereld, Jelmer. De Great Barrier Reef. Yeah. We weten ondertussen dat het koraal dus een diertje is. Helaas voor ons, maar het is een diertje. En dat het een poliepje is wat leeft in een soort schelpachtig huisje. En als het doodgaat, dan blijft alleen het schelpje over. Dan komt er weer een nieuw poliepje. En als het dan weer doodgaat, blijft weer alleen het schelpje over. En al die schelpjes samen, dat vormt een rif. Waar komt die nieuwe poliep er weer op? Dat snap ik niet. I don't get it. Well, coral can reproduce in a number of different ways. Some corals, they just break part of their body off. And that turns into a brand new piece of coral, which is exactly the same as the old piece of coral. Or you can have reproduction by sexual reproduction. And that's where the coral release the eggs and the sperm into the ocean. And the eggs are fertilized by the sperm. And that turns into little larvae, and they turn into corals. Okay, are you ready to go? Yeah! Let's go! Okay, be my guest. Waanzinnig! Okay, so we've seen the three main types of coral down there. There's one which is round and flat and it looks like a plate, and they call that plate coral. Het bordkoraal noemen ze dat, dat platte. Then there's another one which looks like the horns of a stag, and they call that staghorn coral. Hertogenrij koraal, we ook gezien, hè? And the big round one that looks a little bit like a brain, guess what that's called? Well, I think brain coral. That's a brain coral, that's right. Hersenkoraal. Hersenkoraal, ja. Die was mooi. Waar komen de kleuren eigenlijk vandaan? Well, you have something called algae living inside the tissues of the coral polyps. And algae is like a little plant. Well, wait a minute. So a plant is living in the coral, so it's a plant. No. It's not a plant, but the plant is there to help the coral. So what happens is, like all plants, the algae is turning sunshine into food. And the coral eats the food. Ja, maar mijn vraag is, hoe komt die nou kleur? Well, you see, coral doesn't actually have a color. The color of coral comes from the algae. And algae comes in all sorts of different colors. Oh, wow. Hey, zullen we nog een keer gaan? Ja, natuurlijk. Did you see the white coral down there that looked a little bit like this? Hebben we gezien, hè, Jelmer? Ja. This is called bleached coral because it's lost all its color. Hoe kan het dan dat dit koraal geen kleur meer heeft? Well, what happens is if the water temperature around here gets too hot for the coral doesn't like it, it gets irritated and it throws away all the algae that gives it its food and gives it its color. But it's happening far too often, and as a result, the corals are dying
But how comes? Well, it's the greenhouse effect that you've probably heard about. The temperatures are rising all around the world, mm-hmm. and coral is dying as a result of this. And there are lots of other problems affecting the coral. There's pollution because a lot of the land around here has been cleared, and there's now mud coming down the river, and the coral is getting choked by the mud. En wij weten ondertussen wel dat het duizenden jaren kost om het rivier op te bouwen, hè? Ja, natuurlijk. So that's a big problem, actually. It's a huge problem. It's a big problem all around the world, and that's why the Worldwide Fund for Nature has launched a campaign to help protect the Great Barrier Reef. Otherwise, there's a real big risk that we could lose it forever. Well, that's a relief.